Boze bewoners van Brownsweg hebben vandaag uit ontevredenheid een deel van de weg met vuilzakken gebarricadeerd. Leslie Hartley, trekker van de groep bewoners die de barricade heeft geplaatst, zegt dat het vuil in de omgeving sinds medio december niet is opgehaald. Hij wil niet met de districtscommissaris of het traditioneel gezag praten, omdat ze het niet zouden menen met de lokale gemeenschap. De boze bewoners pleiten voor een vuilophaalwagen. Kapitein Henkie Finissi van Brownsweg, die geen polshoogte is gaan nemen van de situatie, wil zich niet te veel inmengen met de kwestie. Hij ziet liever dat de centrale overheid hieraan werkt. Echter wijst hij erop dat er vanuit de kas van het traditioneel gezag middelen beschikbaar worden gesteld om het vuil op te halen. Echter is er geen voertuig om dat te doen. Dus eigenlijk nou een soort misverstand in contact toe. Ja, de sabi man zo de doen omdat die luku is van suma de jack en de abyssic paar machine proces nog wat is neko in a dorpu. Maar zodra is er een kapitein aan de bijzak koeien was dan een probleem. Ja. Daarom tak me niet, ik heb het tak me een wambumun, maar ik wil awaki kon meneer Nija a olimet de pora doti. Het is nog niet bekend wanneer de barricade wordt opgeheven. Volgens de trekker van de bewoners hangt dat af van hoe snel het vuil wordt opgehaald.